Vandaag laat ik jullie wat bijzonders zien, en wel het oudste stuk uit onze collectie. Het oudste stuk is een schachter, een oorkonde, gedateerd op 4 mei 1269. Een schachter is een schriftelijke weergave van afspraken, van rechten. Het heeft ook bewijskracht en is daarmee een belangrijk document. Ons oudste stuk uit 1269 is een akte van belening. Hertog Jan I van Brabant geeft de heerlijkheid Venloon in leen uit aan zijn leenman, de heer van Hoorn. Nou, dat betekent zoveel als dat loon op zand in leen wordt uitgegeven met alle rechten die daarbij horen. Zoals de hoge en de lage rechtspraak, maar ook met woeste gronden, met heide en met moeren. Daarbij komt ook nog eens een derde van de tient van Tilburg en nog wat woeste gronden in Udenhout. Het schachter is geschreven op perkament. Als je goed kijkt, dan kan je nog zien hier waar de haren van het dier gezeten hebben. Aan de onderkant zie je 3 uithangende doorgestoken zegels. Ze zijn oorspronkelijk van groene was. Het is nu een beetje vuilbruin. Het grootste is van de hertog van Brabant. De andere 2 zijn van Wouter Berthout, heer van Mechelen. En de derde is van Gilles Berthout. Je kunt aan de vouwen in het perkament zien hoe het eeuwenlang opgevouwen heeft gezeten. En als je nog beter kijkt, dan zie je dat het geschreven is in het Latijn.